Maar het is onbegrijpelijk als je jouw verhaal, jouw boek en ook jouw interviews van de laatste weken leest. Politieke onmacht in het digitale tijdperk. Jij zegt, het zijn niet alleen die techreuzen waar wij als burger mee te maken krijgen, die allerlei vormen van inbreuk op ons plegen. Het is de overheid zelf ook. En niet een klein beetje ook, zeg. Nou, inderdaad. Je hebt heel erg de neiging te denken van, nou, China, Rusland, Facebook, Google, ja, dat zijn de grote gevaren. Die komen van buitenaf. En als we daar een beetje ons tegen verweren, dan komt het goed. Maar ik heb inderdaad geconstateerd dat er ook van binnenuit wat misgaat. Bijvoorbeeld omdat heel veel overheden, ministeries, die willen heel graag de burger beschermen tegen aanslagen, tegen fraude, tegen het coronavirus. Maar ze slaan door, Kees. Ze slaan door. En daar gaan ze heel veel data verzamelen. Je haalt me de woorden uit de mond, Wilfred. Maar dat is jouw interviewkracht natuurlijk. Ja, dat is waar, dan gaan ze, data verzamelen, digitale technologie inzetten en dan gaan ze burgerrechten schenden. Ja. Is het beschermen of is het controleren? Nou, het is controleren om te kunnen beschermen. Dat is precies nou het probleem. Dus ze hebben in mijn ogen nog een goede intentie. Ze willen de samenleving beschermen tegen een aanslag of tegen iets ergs. Fraude, al dat soort zaken. Maar dan gaan ze dus individuele burgers controleren. Dan duiken ze onder de huid van die burgers. En dan gaan ze dus die burgers ook verdacht maken. Of onterechte conclusies over ze trekken. Of zelfs inderdaad in problemen brengen. Zoals natuurlijk een aantal keer gebeurd is de afgelopen jaren. En dat is ook in zekere mate onrechtmatig, toch? Op die manier. Dat gaat tegen of je nou camera's ophangt bij een Jumbo. Of te veel informatie van iemand verzamelt. Ja, het gaat tegen een aantal grondrechten in. En ook tegen bijvoorbeeld een wet als de privacywet AVG. En daar zou de overheid zich als eerste aan moeten houden. En het is eigenlijk vaak de overheid die zich er als eerste er juist niet aan houdt. En dat vind ik ook dat vind ik waarom de democratie crasht. Want dan ga je eigenlijk als overheid tegen de wet in. En dat is natuurlijk foute boel. Ja, en wat gaan we eraan doen, Kees? We, met z'n allen. Nou ja, ik heb eigenlijk een soort van verbetervoorstellen gedaan. En die gaan eigenlijk over het feit dat aan de ene kant de overheid veel meer tegenspraak zou moeten krijgen. Dus toezichthouders, maar ook Kamerleden, adviseurs, zoals de Raad van State, de ombudsman, er moet veel beter naar geluisterd worden. Mm-hmm. Maar ook media. Dus iedereen die kritiek levert op de overheid en zegt, doe dit nou niet, die zou eigenlijk veel beter gehoord moeten worden. Want je ziet eigenlijk dat het kabinet nu zoiets heeft van, we moeten snel door, dus we duwen deze wetten doorheen, want we moeten die bevoegdheden geven aan de veiligheidsdienst, aan de politie, aan wie dan ook. Maar Kamerleden zelf moeten ook op een andere manier gaan werken. Want dat is ook een ander deel uit mijn boek. Door digitale technologie gaat de Tweede Kamer zelf ook als een soort snelkookpan functioneren, waardoor ze geen wetten meer lezen, maar alleen maar bezig zijn met, kijk, mij is in beeld komen, ik zit op Twitter, ik heb een fitty met die, ik heb een grote uitspraak gedaan daar, ik was als eerste op het nieuws om te reageren. Waardoor alle Kamerleden ook als een soort van, ja, druktemakers, een beetje opgefokte druktemakers functioneren. Heb ik zelf ook gedaan. Hè? Dus ja, het is niet zo ken ik jou nog uit die tijd. Ja, dat was inderdaad. Ja, ik was daar opgefokte druktemakers. Inderdaad. Zo zag je ook vaak. Ja, zeker. En dus de Kamerleden moeten ook weer wat saaier worden en zich juist in die wetgeving gaan verdiepen. Bijvoorbeeld bij de wet gegevensverwerking. Ja. Er zit een bijlage bij, die schijnt verschrikkelijk ingewikkeld te zijn. Ja, onleesbaar eigenlijk. En de meeste Kamerleden hebben nooit de moeite genomen om te kijken wat daarin staat. Nee, en dat is ook aan de ene kant dus ook wel begrijpelijk. Dat was een wet die werd in corona behandeld, vlak voor de verkiezingen. Dus in een paar uur in een achterkamertje in Den Haag even snel die wetten doorheen. En dan ook nog een enorm dik pak papier met ook allemaal onleesbare zinnen. Dus hele vage, abstracte taal. Terwijl als je uiteindelijk weet wat er in de praktijk gebeurt op basis van die vage taal, dan is het gewoon burgers echt van dichtbij gaan controleren, allerlei bestanden combineren, waardoor je iemand eigenlijk in een soort verdachte bankje zet. Nou, daar was ik dus tegen. Alleen een groot deel van de Kamer, die stemde eigenlijk gewoon schouderophalend, bijna onoplettend voor die wet. En die wet is gewoon aangenomen. Omdat niemand het begreep, maar het was op de dag ook nog dat het rapport uitkwam, ongekend onrecht. Het verhaal van de toeslagenaffaire, verschrikkelijk verhaal. Ja. Op basis van een wet trouwens die in 2013 ook klakkeloos door iedereen is aangenomen. Nou, net de fraudewet. Ik merk dat je er wel echt even stevig in het boek bent. Ik ben echt geschokt hierdoor wat jij vertelt, Kees. Dat vind ik niet fijn dat je geschokt bent, maar wel fijn dat je het door mijn boek in ieder geval het gevoel hebt van, hé, er is wel wat aan de hand. Nou ja, wat jij daar heel duidelijk in stelt, deze wet is nog vele malen erger dan de wetten en de regels die er al waren. Je hebt het over het systeem Siri, ga ik niet helemaal uitleggen. Nee. Waar op basis van je al heel veel informatie kon verwerven. Die is op een gegeven moment door de rechter verboden. Kalt gesteld, zeg maar. Maar nu is deze wet, die gewoon klakkeloos erheen gegooid is, die is 100 maal erger, zeg jij. Ja, dus je hebt eigenlijk de wet die nu door de Tweede Kamer is aangenomen en die nu in de Eerste Kamer ligt, die is in potentie vele malen erger dan alle wetgeving achter de toeslagenaffaire en de wetgeving achter Siri, het systeem waarmee ook heel vergaand burgers gecontroleerd konden worden. En dat is dus eigenlijk op een zucht en een achternamiddag is dat er eigenlijk gewoon doorheen. Omdat er te weinig kennis van zaken is dus. Dat is wat jij steeds stelt. En omdat het ook niet loont om als Kamerlid in zo'n complexe wet te duiken. Want er wordt geen nieuws over gemaakt. Je krijgt er geen aandacht voor. Je wordt er op verjaardagsfeest. Maar je zit dat toch om de burger te helpen, de burger te beschermen. Die heeft jou toch aangesteld als
kiezer. Ja, we hebben dus er is een cultuur ontstaan in Politiek Den Haag, waar allemaal alle poppetjes in meedraaien. Journalisten, bewindspersonen, Kamerleden, ambtenaren. En die hebben een cultuur gecreëerd waarin het niet meer loont om op een rustige, geduldige, saaie, taaie manier in wetten te duiken en vervolgens te zeggen, dit onderwerp is gevaarlijk, hier moeten we wat anders mee doen. Mm. Terwijl het wel loont om in de Tweede Kamer naar het spreekgestoelte te lopen en een ander Kamerlid af te gaan zeiken of een fitty te maken of een superleuke frame te bedenken of een soort heftig woord erin te gooien waardoor alle camera's op jou gericht zijn. Dus we hebben een verkeerde cultuur. Misschien ken je er ook van of wist je dit allemaal? Waar ik ook van schrok, ik las dat de autoriteit persoonsgegevens, dat het maar een hele kleine organisatie eigenlijk is. Ja, en dat 180 mensen toch? Dat is een controlerende organisatie. Ja, nee, zeker. De autoriteit persoonsgegevens heeft de taak om de privacy van Nederlanders en alle overtredingen van allerlei privacywetgevingen om die te controleren. Maar ze hebben ook nog allerlei andere taken. En ze lopen eigenlijk al die taken lopen ze volledig loopt het water over hun schoenen. Dus ze lopen achter de feiten aan. Ja. Terwijl ze keihard werken. Maar ze zijn gewoon veel te weinig mensen. 180 mensen had je het over, toch? In dat verhaal. 200? Ja, klopt. En ze jij zouden zegt eigenlijk tien keer zoveel zijn, zeg je. Nou, we waren ooit een keer bij elkaar. En toen waren een aantal wetenschappers die zeiden 10 keer zoveel. En toen zei ik tegen mijn medewerkers, nou, we hebben al jaren gepleit voor een aantal miljoenen erbij. En toen hebben we gezegd, het zou 5 keer zoveel moeten zijn. Dan heb je echt, als je 5 keer zoveel mensen hebt bij de autoriteit persoonsgegevens, dan heb je echt een grote sterke waakhond die de burger kan beschermen. Maar tegen een overheid die doorslaat in zijn controledrift, om het met Micha. En ze hebben er dus geen baat bij, want ze willen zelf die gegevens ook. Ze hebben ook die data honger. Ze denken die data te kunnen gebruiken om alles op te lossen. Maar precies, ze hebben dus. En dan, ik vroeg ook aan minister Dekker, toenmalige minister van Rechtsbescherming, zeg, waarom kunnen nou niet één keer een motie door de Kamer ingediend, was ook een meerderheid voor, gewoon uitvoeren? Gewoon geld erbij. En toen zei ik van ja, weet je, ik wil dat gewoon niet, want ik wil ook gewoon die veiligheidsmogelijkheden houden. En hij vond het allemaal wel genoeg wat de autoriteit persoonsgegevens had. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk ook achter dat de overheid het heel lastig vindt om tegengesproken te worden. Dus het creëren van je eigen tegenspraak, van mensen die kritiek leveren en zeggen, zou je dit nou wel doen? Ja, dat is heel lastig. Maar die fraudewet uit 2013 heeft de toeslagenaffaire opgeleverd. Die pas misschien in 2030 voor al die ouders opgelost gaat zijn. Dat is verschrikkelijk als je dat hoort. Ja. Wat gaat deze wet met zich meebrengen, denk jij dan? Nou, in potentie dus dezelfde problemen. Dat groepen mensen die veel gebruik maken van overheidsregelingen, die dus veel in de systemen voorkomen, dat die dus op een bepaalde manier in een hoek worden geduwd en dat de overheid zegt, jullie zijn verdacht, jullie zijn potentiële fraudeurs. Dus die wet moet door de Eerste Kamer of door het kabinet gewoon worden tegengehouden, want anders hebben we echt weer een hele slechte wet. Ja, dan moet van het ministerie van Digitale Zaken komen, toch? Dat is misschien wel een idee. Ja, we hebben nu een staatssecretaris, maar eigenlijk zou het een heel ministerie moeten zijn die eigenlijk op dit soort grote vraagstukken gewoon echt een soort tegenkracht kan vormen om dit soort dingen tegen te houden. Ja. Dat roep je al heel lang, toch? Ja, dat roep ik al heel lang, maar ik dacht, nu schrijf ik het gewoon een keer op in mijn boek. Ja. En, dan het werkt altijd. Je moet vaker langskomen, weer, Kees, want de mensen moeten wakker worden. Nou, ik moet zeggen, dit is mijn meest inhoudelijke interview ooit bij The Friday Move. Nou. Is dat zo? Ja, echt. Ja, meestal ook als ik had geweten, had ik veel eerder een boek geschreven. Ja, dat denk ik ook. Meestal zat ik een beetje te pesten. En met je sleepwet en zo, hè? Ja, precies. Met je sleepwet weer, hè? Ja, sleepwet dit, sleepwet zus. Cookiewet heb ik ook gedaan. Ja. Maar nu ben je gewoon een boekenclub geworden met diepe inhoud. Dus nou ja, ik kom weer eens een keer langs. Maar ik meen het oprecht, toen ik het las, ik schrok echt. Ik wist niet dat het zo ernstig en zo heftig was. Nou, ik denk echt dat er wat aan de hand is in Nederland. We kunnen het ook oplossen. Dat eindig ik ook in mijn boek mee. Ik zeg eigenlijk, er zijn 5 verbetervoorstellen die we zouden kunnen uitrollen. Maar het is niet 1 quick fix. Het is niet 1 snelle oplossing. We moeten met z'n allen het klein beetje langzaam geleidelijk willen veranderen. Maar dan kan het anders.